van een zwamvlok. Het grootste organisme van de wereld is een paddenstoel, de honingzwam. In Amerika een aantal vierkante kilometer groot. Dat ding zit in de bodem, die zwamvlok, en die vreet bomen op. Hier, daar vreet je bomen op. Uiteindelijk wil dat ding zich elk jaar voortplanten, die zwamvlok. En die maakt dan allemaal vruchtjes. En wat dan boven de grond komt, zijn alleen de paddenstoelen. Dus als jij bramen gaat plukken of appels gaat plukken in de boomgaard, pluk je de appeltjes, maak je verder niks stuk. Je schopt de appels eruit of hè, doet wat met zo'n appeltje. Dat geldt ook bij paddenstoelen. Paddenstoelen kan je gewoon plukken, niks aan de hand. Dat wat hieronder zit gaat niet dood, ook niet omdat we erop staan. Het heeft geen pijn, het kent geen pijn. Althans, dat denk ik. En volgend jaar komen hier weer gewoon paddenstoelen.